Race 17, 10 en 11 jaar zijn ze. Jolijn Meppeling, René Planting zit er niet bij. Blessure opgelopen in die vorige race. Anne Eikenaar, Ellen Kok en Jolie Nijland natuurlijk. En dan kijken of het een derde crosses is of het Rapid Wheeler. Jolijn Nijland, de 8-19, zit erbij op plaatsje nummer 4. Anne Eikenaar op 3. De 2-58, Kokkie op de plekje nummer 2. En de koploofster, dat is dan natuurlijk Jolijn Meppeling. Zoals zo vaak vandaag, maar ook in die vorige wedstrijden. Jolijn Meppeling, de koploper hier bij de dames van 10 en 11. Tweede positie voor Ellen Kok. En dan is het gevecht voor die derde en vierde positie tussen Anne Eikenaar en de 819 van Jolien Nijland. We blijven ze volgen tot aan de finish. Het is in de val Meppeling die gaat winnen voor de 2-58 van Ellen Kok. En dan pakt Anne Eikenaar die een derde plek bij de dames van 10 en 11.